Komen te plaatsen treffen twee personen aan. Eén persoon zeer zwaar gewond, dat betreft meneer Enstra, en een tweede persoon die ook schotwonden heeft. De tweede persoon is ook overgebracht naar het ziekenhuis, evenals meneer Enstra. Over de daders weten we dat mogelijk één, zelfs misschien meerdere personen zijn, maar dat moet het onderzoek verder uitwijzen. Wat voor wapens zijn er nog? Dat zijn dingen die wij nog aan het onderzoeken zijn. Dus het rechercheonderzoek is nu in volle gang. Dus ook de vraag van wapens nemen wij natuurlijk mee. Daar kan ik nooit mededelingen over doen. Het onderzoek is net begonnen, dus wij gaan kijken hoe het precies in elkaar zit. Wat wij verwachten van het onderzoek is dat wij gewoon kijken wie de daders zijn van deze schietpartij. En er waren verdachten? Voor zover we nu weten is er één persoon gesignaleerd, maar het onderzoek is in volle gang, dus het is best mogelijk dat daar meerdere personen bij betrokken zijn. Het gaat om meerdere daders? Nou, de stand van zaken is nu dat we twee gewonden hebben. Eén zeer zwaar gewonden, dat betreft meneer Enstra, en één licht gewonden. En beide personen hebben schotwonden en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Meneer Enstra is zwaar gewond, zegt u. Meneer Enstra is zeer zwaar gewond. Met Ellie. Hoi.